volk 415. Ook dit volk heb ik in het najaar de broedruimte aangepast. Dus gaan we kijken hoe dat ervoor staat. Ook die is nog niet open geweest. Als we even op de schuifla kijken, dan zien we eigenlijk een normale gezonde ontwikkeling. De hele schuifla is bezaaid met afval. We zien een broednest meer aan de rechterkant en het voer, het gele, meer aan de linkerkant. Dus waarschijnlijk zit het broednest rechts, dat zullen we zo gaan zien. We zien al wat darrenceldekseltjes, dus de darren lopen ook al rond. Nou, gaan we eens even kijken hoe dit ervoor staat. Deze maken we zo dadelijk even schoon. Dan begin ik met het afnemen van het doek. Nou, leg ik jullie even neer en dan haal ik jullie er zo weer bij. Nou, zo ziet dat eruit, na het afhalen van het doek. Ik heb een beetje gerookt, dus de bijen zijn een beetje naar beneden gegaan. Die zaten hier net rechts of links al helemaal in de ruimte. Dus we gaan ze maar eens even openmaken. Ik denk dat dit het oorspronkelijke broednest was op 3 ramen, maar dat de koningin al over de kant raam heen is gegaan. Door de kou en de vele regen ben ik er niet aan toegekomen om ze op tijd begeleid het broednest groter te maken. Dan doen ze dat zelf wel, dat is ook geen probleem voor de bijen. Is iets minder optimaal, maar het is niet zo dat dat een groot probleem oplevert. Nou, ik begin en dan haal ik jullie er zo weer bij. Ik ben aan de linkerkant begonnen. De eerste 2 ramen nog erg veel voer. Een vol raam zal ik erin laten. Het lege raam haal ik er nu uit. En ik zorg dat ik minimaal 7 ramen in dit volk hou. En dan laat ik zo liefst mogelijk de volle ramen erin, zodat ze daar ook geen honing kunnen opslaan. En dat de honing dadelijk direct naar boven in de honingkamer terechtkomt. Dan kom ik op het tweede raam na het broednest, want hier verwachten we dat het broednest zat. En dan zien we ook dit raam, zien we al het eerste broed. Zoals jullie zien, allemaal larfjes, helemaal volgelegd met eitjes aan deze kant. En aan de bovenkant nog een beetje voer. Dus dit is een prachtig broedraam. Dus dit broedraam maken we nu onderdeel van het broednest samen met dit raam. Hier hoef ik eigenlijk niet eens meer te kijken. Dus ik hang het sluitblok aan deze kant. Sterker nog, ik geef er gelijk 1 raam bij, want dat kan dit volk zeker aan hebben, een sterk volk. En dan laat ik dit raam in als voerraam achter het kantraam. Die geef ik dan wel weer een extra kantraam, zodat het broednest dadelijk af is gesloten. Nou, ik zal jullie eventjes nog aan deze kant het echte broednest laten zien. Hier zijn ze dus begonnen met broeden. Nou, dan zie je, een prachtig broednest. Het is een beetje moeilijk voor me met 1 hand. Op dit raam kunnen we goed zien hoe de koningin in cirkels het broed aanlegt. Hier zien we de eerste broedgang. Vervolgens zien we hier de tweede broedgang. Wordt het broednest vergroot. En in de derde broedgang heeft ze het hele raam volgelegd. En dit gebeurt dan 3-dimensionaal over alle ramen. En het enige wat ik dan nog controleer is of er een bouwraam is of een raam met darrenraad, zodat de bijen ook voldoende darren kunnen aanleggen. Als het zo klaar is, laat ik het nog even zien. Hier kijken we dus op het eerste raam van het broednest. En ook hier zien we een prachtig aangelegd broednest, in het midden het uitlopende broed. Nou, dit is dan zoals het klaar is. We hebben hier het broednest. Nog steeds aan dezelfde kant. En dat loopt nu door. Daar hing net een sluitblok in. We hebben nu 2, 4, 6, 7 ramen in het broednest. Waarvan 1 raam met voer. Dat betekent dat ze altijd voer in het broednest hebben. Maar ja, op zich halen ze dat ook wel van de zijkant. Maar belangrijk dat ze dat dus niet vol kunnen gooien met stuifmeel. Dat vind ik belangrijk. Er mag best wat stuifmeel in, maar niet van die grote stuifmeelramen. En dat kan niet, want er zit voer. En zodra ze dat voer opeten, want dat voer zit dicht bij het broednest, zal de koningin daar gelijk weer eitjes in leggen. Dus dit wordt weer een mooi broedraam. En dan heb ik hier nog 1 reservevoerraam. Die laat ik er voor nu nog in. Het is nog geen stabiel warm weer. Dus wat reservevoer in het volk.